Goedemorgen, Koike, vrienden. Dit jaar heb ik voor het eerst mogen bezoeken de Koike of Koishow Noord 2021. En ik moet zeggen, ik vond het een prachtige, mooi opgezette show. Mooie vissen gezien. Mooie opgebouwde stands met mooie technieken, nieuwe technieken. In de loop van de jaren heb ik nu gezien dat er veel is veranderd. Ooit in het verleden een kooivijver gehad, toen op flat gaan wonen en geen ruimte voor de vijver. En nu wonen we weer op platteland. Ruimte genoeg om een vijver te bouwen. Maar daar begin ik niet mee. Ik ben eerst bezig met het verzamelen van informatie, het opbouwen van kennis. En dat doe ik aan de Kooi Academie. Mijn eerste cursus was microscopie en diagnose. En dit jaar zijn er sowieso nog twee cursussen die ik ga volgen. Nou, op de Kooishow heb ik meegedaan aan de wedstrijd om, als ik het wedstrijd mag noemen, om van twee type kleurtypes de mooiste vissen van nu en de vissen voor de toekomst uit te kiezen. En daarnaast een reden op te geven waarom je volgend jaar weer aanwezig zult zijn. Nou, uiteindelijk heeft het mij opgeleverd deze prachtige pomp. Uiteraard gaan we die inzetten volgend jaar bij de bouw van mijn vijver. En ik ben hier hartstikke blij mee. Ik hoop uiteraard dat de Kooishow Noord nog jaren zal plaatsvinden. Om ieder jaar daar weer met veel plezier naartoe te mogen. En misschien wel eens een keer deelnemer te worden aan de wedstrijd. Om eens een keer een vis in te zetten en te kijken van nou, hoe ver kom je daarmee. Nou, daarnaast heb ik nog een andere hobby. Dat is bonsai. Hij is op dit moment niet... Niet strak een model, omdat ik hem pas gesnoeid heb en hij mag nu even de ruimte krijgen om te groeien. En ik vind dat bonsai en kooi gaat heel goed samen. Bonsai doe ik via Issa Hogai Bonsai Studio van Henkie Steeneker uit Emmen. En zijn er nog mensen in de buurt die zeggen, hey, interessant, leuk, neem contact met me op. Dan zou ik me dat een keer weer een dag kunnen organiseren. En dat je dus inzicht kunt krijgen in het opbouwen van een boom enzovoort. Ik ben echt heel blij met deze prijs. 20.000 liter pomp. Helemaal. Helemaal nieuw. En op het moment dat de vijver klaar is, dan nodig de Kooi Cave mensen uit om een filmpje te maken van mijn vijver in de toekomst. Ik ben nu eerst bezig met het vergaren van kennis en informatie. En... op die manier, voordat ik begin met het laten zwemmen van vissen in mijn tuin, wil weten van wat voor probleem kan ik tegenkomen, hoe moet ik daarmee omgaan, hoe herken ik dingen, waterkwaliteit, vissen, hoe ze eruit zien, hoe ze reageren, nou, noem maar op. Al met al, ik ben blij dat ik lid ben van de Kooi Cave en ik zou zeggen, hopelijk tot ziens allemaal.